je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag werk ik niet alleen, maar werk ik samen met mijn zusje. Roos! En wij gaan vandaag een hele leuke video opnemen. Wij krijgen best wel vaak de vraag of wij tweeling zijn. Maar wij zijn helemaal geen tweeling en we vinden elkaar ook totaal niet op elkaar lijken. Maar goed, dat maakt niet uit. We zijn natuurlijk wel zusjes en daarom kan het misschien wel zo zijn dat we elkaars gedachten kunnen lezen. En daarom gaan we vandaag de tweeling telepathie slime challenge doen! Heb jij nou net zoveel zin als ons in de tweeling telepathie slime challenge? Doe dan een pluimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Abonneer dan snel op mijn kanaal, want we hebben alweer bijna de 60.000 abonnees. Superleuk! We gaan denk ik snel beginnen met de video, of niet? Ja! Let's get started! Voordat we gaan beginnen met de video, ga ik jullie eerst even kort uitleggen wat de tweeling telepathie slime challenge inhoudt. We gaan dus vandaag deze challenge doen en we gaan hem ook doen in een kerstversie, omdat het natuurlijk kerst is. En je kan het ook wel zien aan de achtergrond, heel erg leuk. Maar goed, wat houdt de challenge nou in? Zometeen tijdens de challenge hebben wij 5 rondes. En in deze 5 rondes mogen wij telkens kiezen tussen 2 producten. Maar je moet niet zomaar kiezen, nee, je moet gaan nadenken wat jij denkt wat de ander kiest. Dus stel wij bijvoorbeeld blauwe lijm en roze lijm. Dan moeten wij, voordat wij dat in de bak gaan doen, vol slijm, echt gaan nadenken van, zou de ander blauw kiezen of roze? Want het is natuurlijk de bedoeling dat we zoveel mogelijk hetzelfde hebben. Daarom doen we straks het scherpje van de camera ook naar beneden. Ik denk dat we maar gaan beginnen, want ik heb er heel veel zin in. Jij ook? Ja. Let's go! In ronde 1 mogen we kiezen uit rode lijm en groene lijm. Maar om nou te bepalen wie van ons mag kiezen en wie ik moet gaan teleporteren, gaan we steen, papier, schaar doen. En de winnaar, die mag kiezen. Dus let's go. Steen, papier, schaar. Wat heb jij? Steen. Nou, jij hebt gewonnen. Oké, Roos mag dus de kleur kiezen, dus ik ga er alvast voor klaar zitten. Laat ik maar binnenkomen. Heel moeilijk, maar... Dit is echt heel gek. Ik ga voor deze. Mag ik al pakken? Welke ik denk? Ja. Oké, welke denk ik? Welke voel ik? Ik voel deze. Ik vind het heel spannend. Oké, zullen we erin doen? Ja. Ik vind het heel eng. Ik ook. Ik vind het super gek om te doen. Het is wel een mooie kleur. Bij mij ook, maar ik weet niet of we dezelfde kleur hebben. Wat denk jij? Denk het wel. Ik hoop het. Ik hoop dat mijn telepathie niet in de steek heeft gelaten. Oké, zullen we kijken? Ja, 3, 2, 1. Nee! Oh my god, jouw flesje lijf valt ook op de grond. Maar goed, ik heb groen gekozen en jij rood. Dus ronde 1 is gefaald. We zijn nu in ronde nummer 2. En het wordt nu wel moeilijk, want ik hoop echt dat het deze keer wel goed gaat. Maar goed, nu mag ik kiezen. En moet Roos teleporteren, dus hopelijk is Roos er beter in. We mogen in ronde 2 kiezen tussen een witte lijm en een lichtroze lijm. Dus ik ga zo meteen kiezen en jij mag teleporteren. Dus let's go, ik ga kiezen. Welke ga ik nemen? Dit is moeilijk. Ik heb er één gekozen, hè? Oké, ik ga... Laat het maar binnenkomen, Roos. Laat het maar teleporteren. Oké, ik denk dat Bo deze heeft gekozen. Oké, zullen we het erin doen? Ja. Oké. Even de toppen. Oké. Here we go. Nou, dit ziet er wel mooi uit. Bij jou? Bij je ook. Zullen we kijken, Roos? Ja. Oké. Ja, dat is goed. Yes. Ronde 2 is helemaal geslaagd. We zijn nu aangekomen in ronde nummer 3. En ronde 2 is natuurlijk helemaal geslaagd. Dus ik hoop dat deze ronde ook gebeurt. We hebben een keuze uit 2 kleuren glitters. Namelijk paarse glitters en groene glitters. Dus ik ben heel benieuwd. Laten we beginnen. Ja. Jij mag kiezen deze keer, toch? En ik moet weer teleporteren. Oké, ik vind het heel moeilijk, maar ik ga voor deze. Ik ga voor deze keer. Oké, laat me nadenken, laat me nadenken. Ik hoop zo dat Boot goed heeft. Oké. Ja? Het is moeilijk. Ja, ik denk dat ik hem heb. Oké, laten we erin doen. 3, 2, 1. Wow, dit ziet er zo mooi uit! Oh my god! Super mooi. Wow, hier zitten bij mij allemaal glitters aan elkaar vast. Oh, wat cool. Het is echt super mooi. Heb jij ze allemaal in? Ja. Zullen we kijken? Ja. 3, 2, 1. Ja! Oh my god, ik twijfelde zo. Want ik dacht, ik heb echt zo'n gevoel dat ze roze gaat kiezen. Maar toen ging ik er tegenin, toen dacht ik groen. En het is gelukkig goed. Dus ik ben heel erg blij. Ik ook. Laten we snel doorgaan naar ronde nummer 4 alweer.
We zijn nu aangekomen bij ronde nummer 4. En de vorige ronde ging ons ook weer heel goed af. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik vind het slijm er ook heel erg mooi uitzien. Jij? Ik ook. Ik vind het echt heel mooi. Superleuk. We mogen in ronde 4 kiezen uit rode, hoe noem je het? Confetti als het ware. En zilveren confetti. En deze keer mag ik kiezen en Roos moet teleporteren. Dus ik ga er eentje kiezen en jij moet goed nadenken. Ja. Oké, welke ga ik nemen? Ik ga deze nemen. Okay. Ik heb deze gekozen. Ik vind deze heel moeilijk. Goed nadenken. Telepathie. Ik denk dat ik wel deze heb gekozen. Oké, zit erin gooien? Ja, 3, 2, 1. Oh, dit is echt cool. Het is echt zo'n bosje. Maar we gaan het straks pas roeren natuurlijk. Zullen we ik kijken? Vind het wel mooi. Ja. 3, 2, 1. 2. Nee! Oh, nee! Ik hoopte echt dat dit goed zou zijn. Want ik dacht van, we hebben gewoon 3 keer achter elkaar het goed. Yeah. Maar goed, we hebben kans om het in ronde 5 allemaal weer goed te maken. Dus laten we snel naar ronde 5 gaan. We zijn nu aangekomen bij de allerlaatste ronde. En ik hoop dat we het hiermee een beetje goed gaan maken. Ik hoop het ook. En we hebben deze ronde iets heel speciaals. Want we mogen namelijk kiezen uit verschillende kleurenlichtjes. Of uit hartenlichtjes. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het allebei heel erg cool. Want je slijm gaat dus eigenlijk een soort van licht geven. Heel erg gaaf. Ik ben heel erg benieuwd welke Roos gaat kiezen. Want Roos mag nu kiezen. En ik moet het gaan teleporteren. Dus Roos, je mag er eens kiezen. En ik ga me goed concentreren. Ik vind het heel moeilijk bij deze. Sowieso wel. Maar ik denk dat ik voor deze ga. Ik denk, ik voel binnenkomen dat Roos deze gekozen heeft. We gaan nu de batterij erin doen. Dan leggen we ze in onze lijn met alle frutsels erbij. En gaan we kijken. Dus let's go. Wel plusje bij plusje en het minuutje bij minuutje, hè Roos? Ja. Zullen we ze erin leggen? Ja, is goed. Ik heb ze bijna uit de knie. Oké, okay, let's go. Oh, ik vind het best wel eng om dit erin te leggen hoor. Ja, ik ook. Ik moet het ook nog door hoor. Oh, ik heb de lichtjes aan. Het ziet er super cool uit. Heb jij ze ook aan? Ja, nu wel. Oké, okay, zullen we gaan kijken bij elkaar? 3, 2, 1. Nee, nou! Oh, ik hoopte zo erg dat ze deze zou kiezen. Want ik dacht, nou, ik denk dat ze die kiezen. Omdat het heel veel kleuren zijn en je sowieso heel veel kleuren hebt. Dus ik dacht, we kiezen sowieso. Oh, maar nee! Deze oh, ik vind het echt jammer. Ja, ik dacht dat die gewoon een neutraal lichtje hadden. Maar blijkbaar hebben die ook allemaal kleuren. Heel erg jammer. Maar het betekent wel dat we ons slijm zo meteen mogen gaan mixen. Ja. Dus laten we dat gaan doen. Helaas deze ronde wel gefaald. Maar goed, we gaan het mixen. Let's go! Nou, daar zijn we weer. We kunnen elkaar eindelijk weer zien. Dit is wel een stuk fijner, want met dat schot ertussen, het was toch een beetje gek of zo. Ja. Wat vind jij ervan? Ik vond het ook al een beetje raar, want je kon elkaar gewoon niet zien. Dus... Maar het was wel leuk om het een keer op die manier te doen. Maar goed, we gaan nu verder met het slijm maken. Dus we hebben hier lenzenvloeistof en scheerschuim. En dat gaan we er zo meteen aan toevoegen. Maar zullen we het eerst even roeren? Ja. Ik denk dat het wel moeilijk wordt met die lampjes erin, ja, hoor. Ja, ik vind het wel leuk. Ik krijg een soort roze kleurtje. Ik ben dus echt bang dat die lampjes het zo meteen niet meer doen. Ik bedoel... Ik ook. Je moet echt alles goed uit elkaar halen. Want je krijgt echt van die bonken. Heb jij dat ook? Ja. We hebben het doorgeroerd. En we gaan er nu als eerste lenzenvloeistof bij doen. En hoeveel moet je er eigenlijk bij doen? Jij weet dat altijd. Ik weet het niet zo goed. Volgens mij gewoon een beetje zo. En je moet ook niet te veel. Nog meer? Volgens mij moet je gewoon een beetje doorroeren. Maar het is nu heel moeilijk, want normaal kan je echt goed voelen als het slijmer wordt. Maar nu niet, omdat die lampjes erbij zitten. Ja. Maar ik heb hem al wel redelijk slijmer, want... Oké, de lamp is echt nog... Ja, het is een beetje moeilijk. Een beetje. We hebben nu de lenzenvloeistof erbij gedaan en we gaan nu de scheerschuim erbij doen. Zou ik eerst? Ja, is goed. Oh, ik hoop echt dat het gaat werken. Ik hoop het ook. Hoe lang moet je het schudden? Dat was wel goed, oké. Zo, veel? Ja. Denk ik. Alsjeblieft. Ja. Voor mij wel veel stem. Ik moet gewoon veel stil gaan. Zo. Ik heb wel een beetje veel scheerschuim gepakt. Het wordt een beetje taai. Moet je dan lenzenvloeistof voorbij doen of? Ik ga het denk ik met mijn handen kneden. Ja, ik wil het ook gaan doen.
Met de handjes erin. Oh, het voelt altijd zo vies. Oh, mijn lampjes ook. Eeuw. Oh my god. Oh. Maar mij is het steeds zo plakkerig. Mijn val wel mee. Maar mij wil eens kijken. Ons slijm is helemaal klaar en het ziet er heel erg gaaf uit. We gaan nu de lampjes aandoen. Ik hoop dat ze dat doen. Yes, mij doen dat. Yes, mij ook. Dan gaan we het nu door mixen en dan gewoon weer pakken. Ja. Ik ben wel blij dat de lampjes het al doen. Ik ook. Allemaal lichtjes, wat leuk. Dit is zo leuk. Ik vind de video echt heel geslaagd, jij? Ik ook. Ik vind het echt super leuk. Wat leuk. Onze handen zijn lekker slimy, maar goed, dat maakt helemaal niets uit. Ik vond het een heel leuk video om op te nemen. Maar ik vond het best wel moeilijk, omdat we natuurlijk ineens moesten vertrouwen op onze telepathie. En daar waren we niet heel goed in, zoals je ziet, want er zit best wel veel verschil in. Maar ze zijn allebei heel erg mooi geworden en ik vond het heel erg leuk. Ja, ik vond het ook een super leuke video om op te nemen en ik ben ook heel erg blij met ons eigen resultaat. En als jij deze video ook zo leuk vond als wij vonden, doe dan een duimpje omhoog. En vergeet je onder niet te abonneren op mijn kanaal. En je kan ook het belletje aanzetten, zo vergeet je nooit meer een video van mij te checken. Want dan krijg je gewoon een melding op je telefoon of op je iPad. Hartstikke makkelijk. Kijk je deze video nou tijdens kerst of voor oud en nieuw, dan willen we jullie hele fijne feestdagen wensen. En natuurlijk een heel erg mooi 2019 met hopelijk nog meer leuke video's voor jullie. Dus tot de volgende keer. Doei! Doei!